Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het is voorlopig onbestendig. Op het moment hebben we te maken met opklaringen, maar van het zuiden uit trekken meer wolken over. Maar vanochtend is het best aardig met de zon erbij. Op veel plaatsen is het droog en het kwik ligt tussen de 13 en de 15 graden bij een matige zuidelijke wind. Vanmiddag krijgen we meer wolken en volgen ook een aantal buien. En de temperatuur loopt op naar 18 of 19 graden. De wind draait naar het oosten en trekt iets aan. Vanavond hebben we een afwisseling van wolken, opklaringen en nog een paar buien bij een temperatuur van 16 tot 18 graden. En morgen is het opnieuw onbestendig. Met een zuidwestelijke wind worden regelmatig buien over ons land aangevoerd. Daarbij is aan zee kans op onweer en de kwik ligt opnieuw rond een graad of 19. Dinsdag is een dag met veel wind en vooral langs de noordwestkust trekken regelmatig buien voorbij. Het is ook een koele dag met hooguit 16 of 17 graden. Woensdag en donderdag gaat het kwik weer omhoog, maar het blijft vrij onbestendig met elke dag een mix van wolken, zon en een paar buien. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.